Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Wijn Plus Koken. Het dessert. Het dessert. Ja. Het kerstdessert, of in ieder geval een wintersdessert. Ja, we gaan appelstroedel maken. We gaan het niet het stroedeldeeg zelf trekken. We hebben gewoon filodeeg. Dus daar gaan we lekker insmeren met boter. Dat zorgt dan voor het soufflerende werking, voor het krokante. En daarbij gaan we lekker zelf ijs maken. Stilstaand ijs, bevroren ijs, parfait van stroopwafels. Kijk aan. Dus, nou, daar kan ik wel mee. Ik ga er een fijne wijn bij uitzoeken en dan zien we elkaar zo meteen weer. Mooi zo. Prima. Succes. Goed zo. Nou, die stroopwafels gaan we even een beetje fijn snijden. Dan gaan we ze even zorgen dat we het oplossen in de melk. En wat ik net al zei, parfait, dat is dus ijs wat niet in een ijsmachine gaat. Maar wat we dadelijk in een vorm, in een bakje schenken en daar bevriezen dan. Zo. Stroopwafels kunnen er ook in zijn geheel in. Lost natuurlijk dadelijk op in de melk. Goed in de gaten houden, want het koekt natuurlijk ontzettend snel aan. Nou, dat houden we mooi in beweging. We hebben parfait, maken we dus van ei. Dan gaan we even opkloppen, aubergine marie. Vervolgens gaan we het koud kloppen in de keukenmachine. De slagroom, suiker en de stroopwafelstroop, zeg maar. Parfait maken we normaal gesproken op 1 ei, doen we 1 deciliter room. Dus we hebben 3 deciliter room en 3 eieren in dit geval. Ja, de suiker hangt natuurlijk, is wel heel belangrijk, maar het hangt natuurlijk ook van het product af wat je gaat gebruiken. Stroopwafels is natuurlijk met karamel, dus die is al zoet van zichzelf. Dus we gebruiken iets minder suiker dan dat we bijvoorbeeld parfait maken van citroen. Hè? Dus dan moet je weer iets meer suiker aan toevoegen, want des te zoeter, des te zachter de parfait ook blijft. Nou, zoals je ziet. Het begint inderdaad te koken. Nou, dat gaat ontzettend snel. Maar het brandt ook heel snel aan. Nou, als tip, je zou ook kunnen zeggen van ik doe de stroopwafels van tevoren eventjes in de magnetron en daarna bij de melk. Dan gaat het een stuk sneller. Oké. Nou, aubergine marie opkloppen wil zeggen water, bekken in het water en dan gaan we kloppen. Tot een graad of 40 of 60 graden ongeveer. Dat gaat redelijk snel, zodat die bekken glijden natuurlijk. Maar thuis kan het natuurlijk ook met de handmixer. Ja. In de keukenmachine. We laten deze massa eventjes doorkloppen tot hij aan de buitenkant weer koud aanvoelt en dan gaan we verder.
Zo. Nou, zoals je ziet, is natuurlijk mooi, mooi stevig. Mooie stevige eimassa. Dat zorgt eigenlijk ervoor dat die parfait lekker luchtig is. Slagroom ben ik mee. Heb ik al flink geklopt. Nou, die moet mooi okkerdichter zijn. Klop ik. Nou, prima. Ik heb de stroopwafel creme, nou als het ware. Ik heb even op mijn bord gestreken dat die sneller terugkoelt. Want ja, ik wil natuurlijk alles koud hebben, want als het warm is, nou, dan gaat de luchtigheid van de eiwit of de eierenmassa natuurlijk weg. Nou, die is nou mooi koel. Doe ik hem eerst bij de room. Nou, dit mag ik nog met de garen eventjes er doorheen mengen. En als we de room door het ei heen gaan mengen, dan doe ik dat het liefst met de pannenlikker. Want dan spatelen we er doorheen. Zodat we de lucht niet eruit kloppen. Ja. En dan ga ik whiskyglaasjes gebruiken voor het... Je kunt een koffiekopjes gebruiken of een grote bak die je later naar kunt storten waar je mooi blokjes uit kunt snijden. Nou, deze whiskyglazen zet ik mooi in de diepvries. En dan kunnen we beginnen met de appelstrudel. Oké, dan gaan we beginnen met de appelstrudel. Appels heb ik al geschild. Dan gaan we ook brunoise snijden, dus blokjes van een halve centimeter bij een halve centimeter. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat we hem daar een keer beter kunnen inrollen, dat is kleiner je hem snijdt. Voor de strudel gaan we filodeeg gebruiken. Een filodeeg is eigenlijk heel dun deeg van tafelbloem. En een strudeldeeg is deeg wat je met boter en azijn. Dus echte strudeldeeg, dat maak je met boter, azijn, bloem, ei. En dat verwarm je tot een 40, 50 graden. En dan moet je hem zeg maar als een panty uittrekken. Nou, dat gaan we nou niet doen, want dat is best een ingewikkeld klusje. Filodeeg kun je daar perfect voor gebruiken, omdat is natuurlijk al flinterdun. Oké, de appels heb ik mooi gesneden. Nou, voor de vulling gaan we even een lekker liqueurtje eraan toevoegen. Amaretto. Ik heb rietsuiker. Kaneelpoeder en rozijnen met krenten. Dat zetten we even aan de kant. Het filodeeg. Zo. Filodeeg gaan we instrijken met roomboter. Nou, ik heb de filo op mijn linnen tafel laten liggen. Dat is daar makkelijker met oprollen. Nou, we gaan in ieder geval een aantal lagen filodeeg en boter maken.
Dat zorgt ervoor dat het dadelijk mooi souffleert. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als een croissantje, dus bladerdeeg. Bladerdeeg is ook deeg, boter, deeg, boter, deeg, boter. En doordat het in de oven gaat, dan gaat die boter, die wordt warm, dus die zet uit. En daardoor krijg je natuurlijk dat het dadelijk straks gaat souffleren. Nou, het voordeel natuurlijk dadelijk dat we het oprollen. Krijg je natuurlijk nog meer lagen. Nou, de oven staat al op 170 graden. Zo kunnen we dus heel makkelijk alleen oprollen. Een beetje lucht eruit duwen. Nou, mocht je het leuk vinden, kun je hem natuurlijk een stuk langer maken. Zo. Meteen op een bakmatje rollen. Zo. Op een open plateau. Strijken we nu even mooi in met eigeel. Kleurt hij straks wat mooier. Knapper in je korstje. Dan gaat hij in de oven. De stroedel heb ik net uit de oven gehaald. Hij is mooi krokant gebakken. De parfait is mooi stevig gevroren. Fusalis. Stukje stroopwafel. Dit is ook filo deeg, gebakken met wat rietsuiker. En dan denk ik dat we zo toch een klasse dessertje hebben. Zullen we een lekker wijntje van Jan bij serveren, dan kan de kerst niet meer stuk. Ja, wederom complimenten, Wouter. Dankjewel. Ziet er prachtig uit. Een mooi winters festijn, denk ik, met appelstroedel en die parfait. Ik heb er een mooie dessertwijn bij uitgekozen. Osborne Sherry, komt uit Andalusië, Zuid-Spanje, in de streek van Jerez de la Frontera. En om precies te zijn, La Puerto de Santa Maria, daar komt Osborne vandaan. En Osborne is van oorsprong een bedrijf wat opgericht is door een Engelsman, Thomas Osborne Mann. Die is in 1772 het bedrijf gestart in Spanje. En het is nog steeds in de handen van de familie. Van de familie Osborne dus, zevende generatie ondertussen. Waarbij deze sherry, want je hebt sherry in verschillende verschijningsvormen, droog tot heel zoet.
En deze ja. die is behoorlijk zoet. Gemaakt van Palomino Fino en de Pedro Ximénez druif. En dat zorgt voor een heerlijke zoete smaak. Met de smaak van rozijntjes, wat ook terugkomt hier in de appelsoedel ja. natuurlijk. Een beetje noordachtig. Nou, dat past wel bij de pistache die je erbij hebt gedaan. Ja, dus, en de amaretto. En de amaretto uiteraard, van de amandelen. Dus Osborne Sherry, cream sherry om precies te zijn. Die zou ik wel kunnen aanbevelen bij dit heerlijke winterse nagerecht. Prima idee voor kerst lijkt mij. Kunnen ze natuurlijk hier in Vierlingsbeek komen genieten. Bij de Vier Linden, maar maak het thuis en kom de ingrediënten halen bij Plus Verbeter, dat kan ook. Of bestel het online. Wij bezorgen in het gehele land van Kuik, dus ook graag met kerst dan weer voor u klaar. Moeten we denk ik nog iedereen een hele fijne feestdag en een gelukkig nieuwjaar wensen? Ja. Aan jou de eer, maar. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken en ik wens jullie een hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Graag tot volgend jaar. Tot volgend jaar.